Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video laat ik jullie zien hoe ik deze look heb gemaakt. En deze look is eigenlijk een beetje geïnspireerd voor de kerst. De kerst komt er natuurlijk bijna aan en het leek me leuk om daarvoor een look video te maken. Dus bij deze ga ik jullie laten zien hoe ik deze make-up look heb gemaakt. Dus mocht je benieuwd zijn welke producten ik daarvoor heb gebruikt, kijk dan zeker eventjes gezellig mee. Ik begin met het aanbrengen van de basis en hiervoor gebruik ik een refreshing primer van de Ethos. Hierna is het tijd om de foundation aan te brengen. Ik gebruik de Nude Illusion Foundation van Catrice in de kleur 030 Nude Beige. Daarna breng ik wat concealer aan. Ik gebruik hiervoor de Stay All Day 16 Hour Long Lasting Concealer van Essence in de kleur 02 Soft Beige. Ik breng deze onder mijn ogen aan, op mijn neus en wat rondom vlekjes. Het geheel poeder ik af met de HD Multitalent Powder Plus Make-up van Catrice. Dit is een Long Lasting Matte Fing Soft Focus Finish. En ik heb de kleur 030 Cent Beige. Dan ga ik contouren. Ik gebruik het Bronze & Sculpt Contour Kit van Make-up Academy Luxe en ik breng als eerste de bronzer aan. Deze is vrij donker en daarna blend ik hem dan ook heel goed uit. De highlighter die ik gebruik komt ook uit het Bronze & Sculpt Contour Kit van Make-up Academy Luxe. Ik breng deze aan op mijn jukbeenderen, op mijn neus en in het boogje boven mijn lip. Dan ga ik blush aanbrengen. Ik gebruik de Candy Blush van W7 in de kleur Angel Dust. Dan ga ik verder met mijn wenkbrauwen. Ik gebruik hiervoor het eyebrow-setje van Catrice. En ik gebruik de donkerste kleur om mijn wenkbrauwen in te kleuren. Daarna breng ik van Maybelline de Brow Drama Sculpting Brow Mascara in de kleur Dark Brown. En als ik die heb aangebracht, borstel ik mijn wenkbrauwen in zijn geheel nog even door. Dan breng ik oogschaduwbasis aan. Ik gebruik de Cat Set Eyeshadow Base van W7 in de kleur Natural. Ik breng deze met een kwastje aan omdat deze zelf geen applicator heeft.
Dan is het tijd voor de oogschaduw. Ik gebruik hiervoor het In The Buff Natural Nudes Eye Color Palette van W7. Uit dit palette gebruik ik de derde kleur als highlighter voor in mijn binnenste ooghoeken en op het wenkbrauwbot. Ik gebruik de tweede kleur uit het palette op het gehele bewegende ooglid. Ik gebruik de achtste kleur uit het palette in de arcadeboog. Ik breng deze kleur ook met een blending kwastje aan, zodat die gelijk mooi geblend wordt. Dan gebruik ik de 12e kleur uit het oogschaduwpalette voor in de buitenste ooghoeken. En ook deze blend ik naderhand goed uit. Dan ga ik eyeliner aanbrengen. Ik gebruik hiervoor de Gel Eyeliner Waterproof van Catrice in 010 Blackjack with Jack Black. Omdat het toch een cashlook is, leek het me leuk om nog een extra laagje aan te brengen van eyeliner. Hiervoor gebruik ik de eyeliner uit de Caviar Couch Limited collectie van Catrice. Dit is eigenlijk een oogschaduw en een liner, maar ik ga hem dus gewoon als eyeliner over mijn zwarte eyeliner aanzetten. Dan breng ik een laagje oogpotlood aan. Ik gebruik hiervoor een potlood van de Action. De tekst is er helemaal al afgesleten, dus ik heb hem ook al super lang, maar ik vind het een heel fijn potlood. Dan krul ik mijn wimpers even met een wimperkrultang. Dan is het tijd voor de mascara. Ik gebruik de Rimmel Scandal Eyes Curve Alette mascara. En deze geeft een mooi vals lash effect aan mijn wimpers. Dan is het tijd voor de lippen. Ik ga mijn lippen omlijnen met een lipliner van Max & More. Dit is de kleur Dark Red en Max & More verkopen ze bij de Action. Ik kleur mijn lippen in met de lipstick van Max & More, ook in de kleur Dark Red. Deze krijg je tegelijk bij het lippotlood. De lipstick die ik heb aangebracht is mat. Ik wil er nog wat meer kleur in brengen, dus ik gebruik over mijn lippenstift heen een gel tint van Essence. Deze heeft de kleur 02 Deep Red. Dan was dit alweer de kerstlook video van 2016.
Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Laat me ook zeker eventjes weten wat jouw favoriete look is voor de kerst. Ik vind het altijd wel leuk om te weten. Ik weet ook nog niet of dat ik deze look echt ga dragen met kerst. Maar ik vond dit wel heel passend voor de kerst. Dus daarom heb ik hem ook gemaakt. Ik wil je bedanken voor het kijken. Mocht je op de hoogte willen blijven van mijn nieuwste video's, abonneer je dan even op mijn kanaal. Mocht je deze video leuk vinden, doe even een duimpje omhoog. En ik zie je heel snel weer. Doeg!